Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LS, bij die van Amor. En vandaag ga ik kapot met deze Tesla Model S, een markt van de politie. Nu zou je zeggen, oh wat onrealistisch, maar nee, want een tijdje terug verscheen deze video, foto, op Dumpert, dan wel social media. Die ziet er redelijk legit uit en ik ga er niet over twijfelen dat deze nep is. Dus ja, er rijdt gewoon een Tesla Model S van de Nederlandse politie rond. En ja, hij is niet één op één nagemaakt, deze wat hier nu staat. Dit is een of andere Deense en die heeft dus geen stopbordjes en zo. Maar het idee is er in ieder geval wel. En ik geloof best dat die ook echt bestaat, want ik denk dat er heel veel unmarked voertuigen zijn die wij nog niet eens weten dat die er zijn. En dat die echt gewoon rondrijden. Want dat is natuurlijk wel een beetje het doel van unmarked, dan wel onopvallend hoe je het maar wilt noemen. Ja, dus wij gaan vandaag lekker de straat op voertuigcontrole. Ja, nou goed, bij deze. Dit is voertuigcontrole, want K is geloof ik niks. L is geloof ik niks. Ja, dat was hem. Dus meer hebben we niet. Uiteraard luisteren we naar het zieke motorgeluid van deze Tesla. Ik bedoel maar. Dus ja, hij is snel. Hij geeft alleen geen gas. Ah, daar komt hij. En hij maakt geen geluid. Dat is het doel waar we vandaag mee gaan rijden. En natuurlijk, ja... Blijf een Tesla, dus we zijn onopvallend. Maar we hebben wel gewoon de uniform aan, want zoals je op de foto zag, ze rijden ook gewoon met het echte onopvallende uniform. Ze rijden gewoon met het normale opvallende uniform, rijden ze gewoon in deze unmarked Tesla. Ik ben een beetje omheen aan het kijken, maar wat de fuck gebeurt er al met de map? Geen idee, we gaan het meemaken. Waarom de kaart zo raar doet. Noemen we geloof ik gewoon Citybug dit. En dat is niet zo mooi. Hebben we nog nooit gehad. Dus het kan verschillende redenen hebben. Deze Tesla. Of gewoon even pech. Ik zou zeggen, ik stel mijn game even nu op. En ik zie jullie zo meteen weer. Want dit is natuurlijk geen doen. Tot zo. Zo, daar zijn we weer. En ineens gebeurde er van alles. En dan ben ik echt een uur verder. Maar het is klop. Wel opgelost. Wat was het probleem nou? De textures verdwenen dus. En toen heb ik dacht ik van shit, hey joh, kijk, perfect hè, perfect hè, daar hebben we de Tesla voor, of in ieder geval een onopvallend voertuig voor. Wat een gek joh. Wat gebeurde er nou? Al die textures verdwenen, dan kun je dus denken van dat heeft verschillende oren. Gaat hij dan vandoor? Achtervolging negeren, stopteken, de bruine wagen, pick-up. Ik kom zo terug op hoe je die texture lost fixt. Ik kan dat echt niet tegelijk, een achtervolging, en vertellen hoe je dat fixt. Oh. Mijn stuur doet niet goed. Nu doet het wel goed. Gas. Ja, doet hij het. Oké. Backup, graag. Nee. Hij pakt hem nog niet als pursuit. We gaan wel een beetje vragen. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Niemand verwacht natuurlijk dat een Tesla hier door rood komt gescheurd met zwaarlicht en sirene. Ik vraag me dan wel af. Die Tesla die heeft natuurlijk zo'n automatisch systeem wat ervoor zorgt dat als ik nu recht op die auto afrijd, dat die automatisch remt en zo. Zit dat ook op die politieauto? Dat zou natuurlijk niet handig zijn op het moment dat... zoals jullie al horen, crashen mijn game. En dat vind ik altijd zo vervelend als je net met iets leuks bezig bent. En dan is mij altijd zo van, dan ben ik altijd aan het denken van, moet ik nou helemaal weer opnieuw beginnen of moet ik gewoon verder gaan en uitleggen dat mijn game crasht? Want ik vind het altijd een beetje dom uitzien als die crasht. Maar ik kan er gewoon niks aan doen. En ik crash de laatste tijd veel vaker dan voorheen. En ja, nogmaals, ik kan er gewoon niks aan doen. Sorry mensen. Ik vind het niet leuk. Mevrouw steekt over de rood. Dat mag niet. Maar wat ik dus wilde zeggen, want kijk, op dit moment zou die Tesla ingrijpen en waarschijnlijk remmen en naar rechts sturen. Gebeurt dat nou ook als ik zou willen dat ik die auto aanrijd met die Tesla om hem bijvoorbeeld een pitje te geven? Nu zal het niet vaak voorkomen, maar dat zijn natuurlijk wel dingen die, ja, die ik mij dan afvraag. Aan de andere kant, je kunt het vast uitzetten met Tesla zeker, maar nu weet ik ook dat de Touran van de politie, de Touran 2016, die had een systeem erin dat als de
deur open stond, de passagiersdeur of de bestuurdersdeur, dat de handrem erop vloog. En dat is ook niet handig, want ik weet, zeker in een achtervolging, dan wel te voet, dan wel achter een fiets of een scootertje, tot de bijrijder nog wel eens de... Reed die auto nou voor ons ook de rood? Ik geloof het wel. Hè? Dat de bijrijder nog wel eens de deur open wilde maken, zodat hij snel kon uitstappen mocht het nodig zijn. En dan vliegt die auto op de handrem. Dat is natuurlijk ook niet handig. Dus dat zijn allemaal dingen die ja, met de auto's van tegenwoordig, het is allemaal veiliger, maar niet altijd beter. Dus ja, dat is een beetje waar ik nou nachten over wakker lig. Nee, gekkigheid natuurlijk. Wat ik wilde zeggen met die texture lost. Hè. Als je dit nou ook ervaart, wat ik had, tot de textures gewoon verdwijnen, kun je altijd eens opzoeken op YouTube GTA 5 texture lost, LOSS. En dan krijg je goed eens heel veel tutorials. Een tutorial daarvan is over LSPD van 0.4.4. Die is inmiddels uit, dat wist ik nog helemaal niet. Goeiedag mevrouw trouwens, ik ga een rijbewijs zien. Dat wist ik nog niet dat die uit was. En dat is gewoon in één bestandje verander je iets van true naar false en het is opgelost. Die video duurt 5 minuten, maar je hoeft helemaal 10 seconden te kijken. Dat was in ieder geval voor mij de oplossing. Ja goed, mevrouw, de reden van de staanhouding. Ik kan dat niet vragen, maar u reed rood en dan krijgt u wel een bekeuring voor. U bent niet onverplicht, recht naar de verkade. Ik ga hem even uitschrijven en dan mag u uw weg zeker weer gaan vervolgen. Ik ga nog even kenteken na checken. Natrekken, ik zeg het altijd natrekken. Dus checken of natrekken, ik weet het, sorry mensen. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. Natrekken, haha. Niks aan de hand met kenteken. Mevrouw, hier is de bekeuring en ik wens u ondanks alles toch nog een hele fijne dag. Het was daar een gevaarlijk kruispunt en ik wil niet dat u daar een ongeluk krijgt. Daarom dat de bekeuring wordt uitgeschreven. Wat? Wat? Nou, dan moet ik helemaal hier naartoe gaan rijden. Even gelezen dan. Oké, nou goed, we gaan die kant op en ik ga jullie daar zo meteen treffen. Ik heb zo'n vermoeden dat hij crasht als ik daar naartoe rijd. Maar goed, we gaan gewoon eens uit van het goede. Ik klop het af tot hij niet crasht. We gaan naar een persoon die ergens op een verboden terrein van de overheid probeert binnen te komen. En ja, die mag daar niet binnenkomen. Hij doet zich voor als iemand die niet is. Dus wij gaan die kant op met een Prio 1, 2, blauw gedaan. Blauw gaat uit. Dit is een beetje hoe het uitkomt met verkeer. Goeiedag Schotel, het is Wim, je boy, Wim in de building, hallo. Goeiedag, blijf even zitten hè. Geen rare dingen, oh hij heeft ook een vuurwapen. Goeiedag, hallo. Hey, uitstappen. Hij gaat er vandoor gek. Dat was niet de bedoeling geloof ik, maar ofwel. Hey, hallo. Praat even met me dan. Hallo, ja gast, wil je nou... Ja, ik ga die gast verzoeken. Oh, hou ik hem gewoon aan. Voor betreden van een... Hij kan hier rechtdoor en is hij links of rechts op gegaan. Nou, als hij rechts op is gegaan, dan kom ik hem wel tegen. Maar waarom kan ik niet met deze beste meneer praten? Hallo. Nou weet je wat ik ga doen? Ik ga deze melding afronden. En ik rij even een stukje terug of weg. En dan span ik hem gewoon opnieuw in. Gaan we dat doen? Hè? Moet creatief zijn als de mod niet echt wil meewerken. Als je hier toch staat en je denkt van links komt geen trein, misschien rechts. Bam! Heb je een trein tegen je aan voordat je ziet. Nou. F12. Kijk eens aan. Security plus. Het was fake. Credential of zoiets. We have a suspicious person on a road. Nee, natuurlijk niet. End. F1, security plus. 2. We have a suspicious person. Nee, on weer niet. Substantia road. End. Misschien. Deze. We've got a suspicious person on Substantia road.
Ja, weet je wat, dan gaan we nu gewoon hierheen. Als we maar de melding krijgen. Oké, we gaan nu gewoon met die guard praten. En we wachten even af. Hoi. Hey, wat is aan de hand? En dan stopt hij, dan rijdt hij weer weg. En dan kan ik verder niks. Ja, maar er staat guard die zegt, hey, what's going on? Wat is dit? Ik ga die gast weer even zoeken. Oh, God damn it. Stop nou. Je bent gewoon op een... Stoppen nu, kom op. Hier spreekt de politie, zet uw voertuig op de vluchtstrook. Goedendag. Hi. Een identiteit zien. Kan ik nu vragen, wat doe je hier? Nee, dat kan ik niet. Goed, stel maar even, je bent aangehouden voor het rijden op een geboden terrein, verboden terrein. Ook al ben je binnengelaten. Ik ga het wel even met mij mee. Nou, na lang en een beetje, hoe zeg je dat, een beetje improviseren, hebben we iemand aangehouden voor het rijden op een terrein waar die niet mag komen. Units reporting. Shot fired at an officer on Davis Avenue. Shot fire at an officer. We zijn inmiddels weer terug in de stad en er wordt dus geschoten op een collega. Hey, stoppen, staan blijven, handen omhoog. Handen omhoog. De collega wordt nog steeds beschoten. Laat de wapen vallen. Shit, ik zit. Ga nou, kut auto. Collega ongedeerd, collega ongedeerd. Naderen, geen tijd voor de vesten, gewoon YOLO. Oké. Okay. Hij is dood. En wij zijn geraakt. Ja, we gaan gewoon geen... geen al mijn vragen. YOLO. Hij is dood. Collega is inmiddels ook alweer de kloten op. Die is gewoon lekker weggelopen. Die dacht van, yo, dankjewel. Nu hoef ik niks meer te doen. En nu heb jij het veroorzaakt. En kan je het ook oplossen. Dus gaan we ook maar doen, hè. We rijden zo wel even bij de spoedeisende en hulp naar binnen. En dan vragen we wel een verbandje voor die arm. Nou, één ding weet ik wel. Ik kan straks flink gaan editen. Aan deze hele video. Maar dat maakt niks uit. Ik zit weer negatief te zijn dat ik moet editen. Maar dat maakt allemaal niks uit. Ik ga editen. Beetje knippen, plakken. En wat dingen weglaten. Toevoegen nog. Je weet het wel. Spannen gewoon een nieuwe melding in. Dit is niet voor ons. Dit is een wild dier wat zich rond, wat op de, weet het, rondlopen op het vliegveld. Even GTA de tijd geven om in te laden, want het begint weer een beetje met de textures, maar ik heb er nog vertrouwen in. We gaan eens kijken, wat is dit? Voertuig racing, misschien kunnen we wat op heten daar betrappen. Twee racende voertuigen. We wachten nog even op details. Au, 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 au. Suspect one in a van. Eén voertuig is een busje. Suspect two in a green. Een busje of één voertuig is een sedan. Zeg me niks. In target vehicle license plate. Ik hoorde wel iets. Ik hoorde iets. Ja, die zit hier in een parkeerplaats. Ja, oh, 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 een smart. Die zit hier met z'n tweetjes te racen.
Eentje is al onder mij. Hoe dan? Oh hier. En eentje is nog hierboven. Die heeft dan waarschijnlijk gewonnen ofzo. Als dat busje me ziet zal hij wel vluchten. Stoppen nou. Nee, je stopt nou. Ik kan eigenlijk niet meer rijden. Nu stop je, godnonde mevrouw. Kom hier. Uitstappen. Je bent aangehouden. Nee, je bent trouwens niet aangehouden. Ik wil gewoon even rijbewijs zien. Oké, je wordt nog gezocht. Je bent bij deze wel aangehouden. Omdraaien, geen rare dingen doen, want ik doe ook rare dingen terug. En dat is niet vies bedoeld, maar ik sla gewoon helemaal de moeder in met een knuppel. Goed, eenmaal aanhouding heb je de ding bij niet bij mag hebben, ik ga je gewoon fouilleren. YOLO, er is nu geen vrouw die dit... God, Wim, wat nou? Ik word hier helemaal... Oké, okay, nee, my god, waarom kan ik... Ik word een beetje boos. Kan ik nog zo doen? Ja, luister, wat hij nu weer gaat doen. Ik ga wel eerst een takelwagen vragen. En anders als ik op E blijf drukken maak een deur open. Denk ik. Oké, okay, ik ga je nu fouilleren. Ah nee, wacht, dat is crap. Maar niks uit. Even snel handelen. Jouw voertuig gaat mee, die gaat, kan hij niet blijven staan. Eigenlijk, trouwens, kan hij wel blijven staan. Want het is gewoon een parkeerplaats hier. Maar goed, die is nu al meegenomen. Ik ga jou even fouilleren. Niet dat je veel dingen bij kunt hebben, lijkt mij zo. Maar ja, je weet het maar nooit tegenwoordig. Hè. Het komt nu in beeld wat ze allemaal bij heeft. Let op, dadelijk heeft ze een bezoeker mee. Een police stick. Oké, okay, ze had dus wel waar ik haar mee wilde mappen, had zij ook zelf bij. Wacht even. Gaat het transportje deze kant op. Ik weet niet waarvoor ze wordt gezorgd, maar ik kan er niks uit. En dan hebben we ook nog dat busje wat zichzelf steeds klem zit te rijden. Zo, die vragen we. Hey, oh nee, mijn Tesla. Oh, dat, die, dat busje rijdt weer. Ja, 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 stop. Au. Die gaat er vandoor. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Officers report one suspect fleeing a crime scene in a BF Surfer on Capitol Boulevard. Nee, ik ben mijn stem niet verloren, ik ben me gewoon aan het concentreren. Oh, en we vliegen. Ja, lekker pitje pik. Die heeft geen band meer, had ik wel. Staan blijven. Meewerken. Je bent aangehouden, omdraaien. Goed, eenmaal aanhouding, tweemaal aanhouding in totaal. Ik ga nog even fouilleren. Suspect killed. Er staat één iemand gekild. Nou, ik heb niemand gekild. Ik weet niet wat dan nog in die parkeerplaats is gebeurd met dat vrouwke. Want die had een vliegtuigticket bij, dat is geen probleem. Of een, ja, een vliegtuigticket. Maar ja, die gaat in ieder geval nergens heen. En dat busje van jou gaat mee. Het lijkt alsof zijn rechtervoorband kapot is ofzo.
Nou, ik ga jullie bedanken voor het kijken. De Tesla, onopvallend, blijft in mijn game staan. En die gaat zeker nog vaker terugkomen, want ik vind hem lekker rijden en mooi. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Wat ik al zei, ik zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Ik hoop dat deze video niet al te kort is, want ik moet heel veel gaan knippen en plakken en bla bla bla. Maar ik denk het niet. Tot dan. Tot de volgende dan. Doei!